Son nom joue.
halverwege het Hart en Ziel concert van NPO Radio 4 in de Hertzaal Tivoli Vredenburg. Live op deze zender. Holland Baroque Society schakelt het ene werk aan het andere. Hoe prachtig dat die Erik Satie ingeklemd zat tussen stukken van Rameau. De werking van een conscient door Henk de Vlieger, die trouwens ook dit laatste lied onderworpen van Mendelssohn heeft bewerkt. Dat heeft hij fantastisch gedaan. Dat waren er twee van. Het wordt even bijgestemd. Het zijn natuurlijk oude instrumenten. Gevoelig. Zoals onze ziel. En dan gaan we zo meteen verder met Fratres van Arvo Peert. En dan komt Nico Muli door Lavalou. Singer, songwriter. En dat is de hart- en zielkeuze van Holland Baroque Society zelf. Thank you.
traversing through a Japanese kitchen, I would be mostly fascinated by the people there. They're welcome and armed, and their strange voices, their fingers fling around, immersed in conversation. I would like to ask them a question. Don't I know you from somewhere? Busy soaking up the atmosphere. This restaurant with pictures of stinky fish on the wall and the sharp sound of knives and the smell of soy and ginger still in their nostrils. I would be in awe of their breath. I could hardly wait to be lifted into their mouth and get broken in two. Lie there melting somewhere between the sadness of their tongue and their chin. Dreams turn into nightmares and hope.
En zo trekt Holland Baroque Society moeiteloos door van Fratres, van Arvo Peert, die monnik uit Letland. In bewerking van dat stuk van Frank Achterribbe. Via de New Yorkse hippocomponist Nico Muhly. We horen twee stukken van hem, Don't I Know You From Somewhere en Time to Dry. Waarom kost het toch soms zoveel tijd om te drogen? Met Lavalou, singer-songwriter, in een knalrode jurk. En het grappige is dat dan opeens de code wordt doorbroken en iedereen begint te applaudisseren bij opkomst, maar ook bij elk stuk. En dat wordt dan weer doorgetrokken. Codes zijn er om doorbroken te worden. Vervolgens via, nou misschien wel een van de allermooiste liefdesliedjes die ik ken, Acloris van Reinaldo Haan, de vriend van Proust, ook weer bewerkt door Henk de Vlieger. Ten slotte uitkomend bij de aria Vergnügte Ruhe van Bach, door die wonderbaarlijk mooie zanger Maarten Engeltjes. We maken ons op voor het slot. Bij Holland Baroque Society in de Hertzaal, live vanuit Tivoli Vredenburg. Het slot van de Hart en Ziel concert van NPO Radio 4. En Holland Baroque Society maakt een naam weer waar oude dingen nieuw leven inblazen. En nieuwe dingen patina van de oudheid. Brandenburgs concert, de derde. Thank you.
Thank you.
Jongen, wat een opwindende uitvoering van het derde Brandenburgs concert van Johann Sebastian Bach door Holland Baroque Society hier in de Herzaal in Tivoli-Vredenburg onder de bezittende leiding van Lars Ulrich Mortensen vanaf het klaversymbool midden op het podium met zijn rug naar de zaal, maar met zijn gezicht naar alle muzici. Holland Baroque Society, nou ja, ik zei het al, maakt haar faam weer meer dan waar. Ook de solisten worden natuurlijk bedankt. Maarten Engeltjes en Lavaloo singer-songwriter. Maarten Engeltjes de countertenor. Bloemen komen op en worden in dank natuurlijk aanvaard. Kijk, en ik ben een groot liefhebber. Kijk, radio is natuurlijk het mooiste medium. Maar soms mis je wel eens iets. En in dit geval, in het geval van dit hart en ziel slotconcert van NPO Radio 4, is het dan toch de rol van de dirigent in het hart, precies, en de ziel van het concert, was Ulrich Mortensen. Want zoals die zou te dirigeren, met zo ongelooflijk veel zwier. En ja, Nijinsky is er niks bij, als werkelijk een danser. En soms van de energie, de niet te stuiten energie, zet hij te wippen op zijn kruk. Alsof hij op een paard reed. Nou, dat soort beelden. En dan heb ik het nog niet eens over zijn mimiek. Voor mij zichtbaar. En zelfs is hij dan ook nog af en toe in staat een blik te werken op, volgens mij, het vrouwelijk schoon op de eerste rij. Daar zie ik hem dan ook nog wel voor aan. Dus dat allemaal kan makkelijk. Dit was dus echt de finale van de Hart en Zielweek. Al zou ik me niet verbazen, omdat inmiddels het publiek is gaan staan hier. En de muzici van Holland Baroque Society zich toch een beetje hergroeperen dat ze zich voorbereiden op een toegift. En dat zou dan werkelijk het allerlaatste zijn van de Hart en Zielweek. En als het even kan, denk ik dat we dat nog wel mee kunnen nemen. Ja. Dirigent geeft een seintje aan zijn muzici. En dan gaan we. Ik weet niet of je dat kunt horen. Judith Steenbrink zegt dat een avond als dit niet kan zonder Telemann. Dan is het niet af. Telemann, was er maar zo.
Maartje. En dat was nog even een klein stukje Telemann. Mag niet ontbreken volgens Holland Road Society om werkelijk een punt te zetten. En dit concert, het slotconcert van de Hart en Zielweek van de NPO Radio 4 tot een goed einde te brengen.